De Stichting Sociaal, Cultureel, Religieus en Jongerenwelzijn Weg naar Zee heeft in verband met de Diwali-viering een geslaagde praalwagenoptocht georganiseerd. Het kabinet van de president is op vrijdag 13 november 2020 een van de tussenstops van deze optocht geweest. President Chandrika Prasad Santokhi heeft bij deze gelegenheid moment de stoet gadegeslagen. Wij nemen u terug naar dit moment. En ik begin alvast jullie allemaal een soep Diwali toe te wensen. In het bijzonder wens ik een soep Diwali aan de stichting, jongerenorganisatie, culturele organisatie, religieuze organisatie, van Weg naar Zee en Leiden 9A. De jongerenorganisaties die dit allemaal georganiseerd hebben. In het kader van het Diwali-feest. COVID die zorgt dat we op afstand moeten blijven. Maar het Diwali-licht zorgt ervoor dat wij dichterbij gebracht worden. Zie daar de kracht van het Diwali-licht. Wat de harten bij elkaar brengt. Wat de mensen bij elkaar brengt. Wat alle Surinamers bij elkaar brengt. Want ja, morgen is Diwali. En het is een nationale feestdag. Een feestdag voor alle Surinamers. En daarbij zal centraal staan het licht. Het licht dat voorkomt in alle religieën. En het licht zal symboliseren de overwinning. Zoals we dat altijd gewend zijn om te zeggen, de overwinning van het goede op het kwade. De overwinning van wijsheid op onwetendheid. De overwinning van liefde op het kwade. En de overwinning van rechtvaardigheid op onrechtvaardigheid. Er is licht in Suriname. Er is hoop in Suriname. En de hoop is gevestigd op deze regering. Laat deze regering en het beleid van deze regering in het kader van Diwali-feest het licht zijn voor alle Surinamers. En dat wij met Diwali-feest licht gaan brengen, verlichting gaan brengen naar alle Surinamers toe. In Suriname, naar alle doelgroepen, naar alle culturele groepen, naar alle religieuze groepen. Ja, dat is prachtig Suriname, waarbij de scheidslijnen slechts bindmiddel zijn naar onze naaste Suriname. En laten wij het Diwali-feest ook aangrijpen om aan alle Surinamers vanuit deze plaats een soep Diwali toe wensen. En laat Diwali-feest bijdragen tot de verdere natieversterking in Suriname. Jullie allemaal, een soep Diwali toegewenst. Namaste.